Dit is het verhaal van de corona's op gezinsvakantie. Luisteren jullie mee? De corona's op gezinsvakantie door Eline Kleis. Mijn naam is corona. Je hebt misschien al van mij gehoord. De laatste weken ben ik enorm beroemd geworden. Ik zal je vertellen hoe dat komt. Ik woonde samen met mijn broertjes en zusjes op een dierenmarkt in China. We hadden het er naar ons zin. We woonden in de vacht van een vleermuis. Maar mama en papa wilden graag weg uit China. Ze wilden op reis. Mijn broertjes en zusjes en ik vonden het heel spannend. We vonden het leuk. Mama en papa hadden verteld dat we goed bij elkaar moesten blijven. We hopten van dier op dier naar onze vakantie. Maar plots waren we broertjes en zusjes kwijt. Die hadden een leuker plekje gevonden bij mensen in de handen. Die vonden het lekker warm. Maar toen gebeurde het. Die handen gaven een hand aan nog iemand anders. En zo verdwenen alle broertjes en zusjes uit elkaar. Over heel de wereld raakten we verspreid. Mama en papa hadden verteld dat als we elkaar moesten kwijtraken, we naar zee moesten gaan. Kunnen jullie mij helpen om naar zee te gaan? En ook mijn broertjes en zusjes helpen? Weet jullie hoe jullie dat moeten doen? Stap 1. Geen handen meer geven als het niet nodig is. Tuurlijk, mama en papa en broer en zus mag je nog wel een hand geven. Stap 2. Als je niest, doe dat dan in een zakdoekje en gooi het weg. Als je geen zakdoek hebt, niest dan in je elleboog. Stap 3. Als je toch iemand een hand of een knuffel wil geven, doe de corona shake, zoals bij ons op de dierenmarkt. Met je voeten. Stap 4: Was je handen. Dat is de enige manier om naar zee te geraken. Via de riolering gaan we dan naar onze broers en zusjes. Zie je het zitten om ons allemaal te helpen? Doe de vier stappen en dan help je ons. Dan beloven we dat we bij mama en papa blijven de volgende keer. Dank je wel. Heel veel groetjes van de corona's.